zit mij al aan te kijken. Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, dus een nieuwe week. We zijn nog steeds lekker in Spanje. Tot woensdag, nee, tot donderdagochtend. Dus ja, ik heb vandaag echt nog niet gevlogd, maar ik heb gesport, lekker boodschap gedaan. Vanavond komen allemaal vrienden barbecuen. En we zitten nu lekker buiten. Spelletjes te doen, lekker wijntje, helemaal chill. We zijn gezellig aan barbecuen. Oh, yeah. En we zijn lekker, we hebben lekker salade gemaakt. We zijn echt met 11 man, dus salade met tomaat en ei, croutons en pijnpit en spekjes en asperges, fucking lekker. Mmm. En we hebben, oh ja, burrata. Oh, en echt fucking veel lekker vlees en zo. We hebben zalmspiesjes. Oh, en kip satéetjes en zo, maar dit zit allemaal op. En we hebben fucking veel drank. Oh ja, zit filmen. Ja, nu filmt hij. Ja, jongens, we zijn aan het bussen. Dit was de grootste verliezer van de avond. Met hem. Dit is verschrikkelijk. We zijn fantastisch hier met z'n allen. Dit is mijn eerste vlog. Dit is mijn eerste drankje. Kijk wie het meest dronken wordt. We kunnen drinken. Ik denk dat Stan het meest dronken wordt. Ik denk dat Daan het meest dronken wordt. Jij zelf Daan. Ik denk Oli. Oli 100%. Ik denk dat Oli 4 het meest dronken wordt. Denk ook. We kunnen het drankje ook gewoon overslaan. Hey, ik denk dat Daan het meest rond is. Ik ben Sharda. Ik ben bijna blind. En ik denk dat Daantje er lekker uitziet. Kijk, ze lekker klef bezig zijn. Oh, wat lekker. Oh, ik heb witte tanden op die camera. Dus even lachen. Jij bent een dealer. Ga lekker cammen, lekker cammen. Ja. En je hebt sowieso faces. Kijk de dames. Ik denk dat twee samen. Nou, ik denk dat Anne Sas het meest dronken wordt. Dat kan niet. Wie? Anne. Nee. Ik ben Anne en ik denk dat Nina het meest dronken wordt. Anne is ziek. Anne is niet meer ziek. Ik zeg Daantje. Zingen we met z'n allen. Zal die winnen? Nou jongens, ik weet wat er net allemaal ging op. Goeie, maar we hebben echt een super gezellige barbecue. Ik ben helemaal niet scherp. Ja, het is helemaal top. Maar ik heb iets ja, maar reageer ik daarop? Kijk hoe bezig we zijn. De camera schreef naar de camera. Ik heb een lekkere gin tonic. Jullie kennen mij. Gin is my life. Dat is helemaal gezellig. Nieuwkoop best in Spanje. Ja. Nou, echt hoor. Nou, helemaal gezellig met mijn maatjes. Nou door. Even fotootje. Even eentje. Doe even één foto. Jongens, we hebben ons gewoon helemaal klaargemaakt. We gaan lekker uit. Ik weet niet of ik aan heb getrokken, maar we aangetrokken. En we gaan nu allemaal lopen naar een tent. 20 minuten 20 lopen. Jongens. Wat een drama. Maar ja, er zijn hier gewoon niet taxis te bestellen. Het is gewoon niet mogelijk. Het is echt een drama. We hebben vorige week was het 3 dagen geleden. Het is wel maandag, maar vorige week. Hebben anderhalf uur lang naar een taxi moeten bellen. Dus we gaan nu gewoon lopen. En 20 minuten lopen. Nou, prima. Terugpakken we een taxi. Daar loopt de rest. Daar loopt Daan. Oh, ik hoop echt dat het tegen de pan ging lopen. Dat is fucking mooi geweest. Oké. Okay. Ga lopen. Tot zo. Waar kom je dan? We zitten bij Saxo. Ik ben daar en dit is mijn laatste. Ik ga naar binnen. Ik ga naar binnen. Het is inmiddels woensdag, de laatste dag. Ik hoor het ook een beetje aan mijn stem, maar gisteren was ik een beetje ziek, dus ik was heel erg thuis op bed. Dus voel mij eigenlijk wat beter. Dus woensdagavond heb ik me opgemaakt. Dit super schattig jurkje aan. En we hebben het hele huis al schoongemaakt.
koffers ingepakt, alles. We gaan namelijk vannacht, San en ik moeten vannacht al weg. Ons vliegtuig gaat iets eerder. Dus ja, het is alweer de laatste dag. Echt super, super genoten. Maar we gaan nu nog gezellig naar een tapasbar. Helemaal zin in. En deze lipgloss van Morphe is zo mooi. Love it. Nou, we zitten nu bij een tapasbar en het is zo cute. Kijk dan hierachter al, hoe schattig. Nou, we zitten in een soort binnentuintje. Echt heel leuk. Ik kom nu pas af. Ja, hoe leuk is dat? Ja. Ja, die drie poten. Gast, jongens, dit eten is ook niet normaal. Oh. Oh, wat goed. Dit is gewoon zo'n cake op daar, ja. Dat ook. Het is allemaal klein. Thank you. Thank you. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Nee. Ja, het is donderdag. Ja, het is bijna 7 uur, maar we zijn al sinds 4 uur wakker. We gaan zo bijna boarden. We hebben even wat te drinken. We hebben de Starbucks gehaald, even wat eten. En dan vliegen we alweer naar huis. We moesten echt vet lang in de rij staan bij de koffers. Gate waren we, douane waren we snel erheen en we zijn nu wachten bij de gate. Dus ja, zoals het er nu uitziet, is het allemaal goed. Dus dat is wel top. Hallo allemaal, het is alweer avond. We zijn veilig thuis. Ik zweep me helemaal kapot, joh. Ik heb net heel mijn koffer uitgepakt en zo, dus dat is helemaal top. En ik ga zo meteen weer lekker naar stand toe, want ik mis het nu al. Cringe. Hallo allemaal, het is alweer vrijdag, volgende dag. Ik heb echt een beetje een off week. Maar goed, ik heb vanavond wel iets leuks op de planning. Dus ik heb mezelf even ready gemaakt. Ik heb deze super leuke oorbellen in van Bijou Brigitte. Deze leuke top van Chiquel. En daarbij een zwarte broek met mijn Dunks. En ik doe deze tas erbij. Hoe cute. Ik ga dus vandaag naar Maggie haar huis. Maggie is vriendin, collega van Haps & Louis. En haar huisgenootje gaat waarschijnlijk weg in oktober. Dus wellicht ga ik dan in Amsterdam wonen. Echt super leuk. Dus ja, ik ga vandaag even naar het huis kijken. We gaan gezellig even wat eten. En ja, het zou wel heel chill zijn. Ik kan namelijk daar ook daar dicht bij mijn auto parkeren. En dat is iets wat me voornamelijk tegen zit. Om te wonen in Amsterdam. Voor mensen die me langer volgen weten dat ik al heel graag al een tijdje in Amsterdam wil wonen. Dat ik een tijdje heb gezocht met een makelaar, maar dat het ja, bijna niet te doen was. Vooral niet in je eentje, zeg maar. En ik wist niet echt met wie ik samen wilde wonen. Dus dit is echt de perfecte kans. Ik heb mijn scooter kwijt en mijn auto. En ik wil graag mijn auto houden, omdat ik echt wel vaak terugkom naar huis voor Stan, voor mijn vriendinnen. Dus ja, het was voor mij niet echt een optie. Zeg maar, sommige mensen willen natuurlijk helemaal hun leven gaan opbouwen in Amsterdam. Hebben daar hun vrienden en hun werk en school, maar ik heb dat niet. Ik heb heel erg mijn leven hier, ik heb heel erg mijn vrienden hier. Maar ik heb wel heel erg de behoefte om gewoon een keer op mezelf te wonen in Amsterdam. Dat is iets wat ik al heel mijn leven heb gezegd. En als je zoiets zegt, vind ik gewoon dat je het moet doen. En dat is maar voor een half jaar. En denk ik van, het is goed geweest, zo is het ook prima. En stel, ik heb helemaal naar mijn zin, helemaal uitgevonden daar. Dat kan natuurlijk ook. Dan blijf ik lekker. Maar ik wil het gewoon sowieso gedaan hebben. Sommige mensen gaan een half jaar ergens in het buitenland studeren. Ik wil gewoon kijken hoe dit voor mij is. Ja. Dus ja, dat is helemaal leuk. Stan gaat ook stage lopen tot februari in Amsterdam. Dus ja, dan komt het echt wel goed. Helemaal leuk. Ja, ik ga er nu vandoor. Ik moet alweer bijna gaan. Ik ga lekker sushi eten. Helemaal gezellig. En ja, ik heb er zin in. I'm at Maggie's place. And we ate some... Oh, ik praat even in Nederland. Maar we hebben sushi gegeten. Maar ik ben het vergeten te filmen. Het was wel echt heel lekker. We gaan zo meteen een drankje nog doen. Gezellig met Cecile en vrienden van haar. I don't know them. Maar oké, het was wel heel erg lekker. Oh my god, jongens. We gingen nog een drankje doen in de pijp. En hij was like, okay, we should go. En hij... Then Maggie's like, wait, are the metros still like running? And I was like, oh my god, we had 4 minutes and then we run to the whole city. And we
Yeah, we made it. But we're like that. We're all like, okay. Holy shit. Dit was echt een slechte uitleg in het Engels. Sorry, ik kan geen Engels. Maar Maggie is Italian en spreekt Engels. Maar ik zei me helemaal kapot. Holy fuck. Maar ik ben wel blij dat we hem hebben gehaald. Oké, jongens, ik kwam thuis en ik zag dat er een pakketje van Chiquelle binnen was gekomen. En ik kon hem niet laten liggen. Ik moest meteen openen, want ik was veel te benieuwd. Meteen alles uitgepakt. Ik heb het eerste item aan en ik pas hem niet. Dit is ook een maat 36, want 38 was uitverkocht. Ik dacht van, ik kan het misschien nog proberen, maar hij gaat gewoon niet dicht. Helaas, jammer. Maar ja, wel een hele leuke broek geweest, maar ik pas hem dus niet. Oh my god. Dan deze sportset. Holy shit, jongens. Hoe leuk is deze? Deze is echt niet normaal. Ik wist helemaal niet dat Chiquelle zulke leuke sportsetjes had. In ieder geval, ik had zelf nooit een sportsetje van gehad. Ziet er dus zo uit. Zit heel mooi. De legging heb ik in maat M en de top heb ik in maat S. En hoe cute. Ik vind deze zo cute en leuk. Oh my god, I love it. Oh my god. Ik heb dan weer een nieuwe bikini. Ik had twee bikinis. Vorig had ik ook twee bikinis besteld. En dat zijn echt mijn favoriete bikinis van de zomer geworden. Ik heb nu weer echt een hele leuke erbij. Dat is deze in het bruin. Dit is de top. Dit kan je gekruisd dragen of gewoon zo. Je kan er echt alle kanten mee op. Van achter zo. En met het broekje. Die zit ook echt heel mooi. Ik heb deze ook in het rood. Dit broekje. Maar echt... Ja, hoe fucking leuk bikini is dit. I freaking love it. Yes. Top heb ik trouwens in S en broekje in M. Oh my god. Dan deze geweldige top. Hoe leuk is deze? Hij werd op verschillende manieren gedragen. Hij werd dus zo gedragen op de website of dus zo. Maar ik vind dat andere echt 1000 keer leuker. Dus ik zou hem sowieso zo gaan dragen, maar... Hele leuke top, ook echt voor het najaar weer. Jeetje, ik ben echt zo ziek bruin geworden. Holy shit. Dan eigenlijk nog een witte top. Deze vind ik ook echt super leuk. Echt, oh my god. Wat een leuke top. Is echt leuk voor werk weer. Of voor uitgaan, lekker uit eten. Ja, ik denk dat ik wel lekker een boeptapeje of zo eronder gooi. Dan zit het net even wat mooi op zijn plek, zeg maar. Maar heel leuk. En echt zo'n mooie open hals voor een ketting of zo. Echt heel leuk. En dan als laatste deze vet leuke trui voor in najaar weer. Deze is lekker cropped. Hoe leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Zit ook heel lekker. Voor nu een beetje warm. Maar ja, dit waren alweer de items. Ik ben echt super blij mee. Ik heb als code Sarah20 altijd van Chiquelle. Krijg je 20% korting. Dus ja, wil je ook even een item shoppen? Check de link in de beschrijving. Staan ze allemaal gelinkt. En vergeet zeker niet mijn kortingscode Sarah20 te gebruiken. Want ze hebben echt een hele leuke nieuwjaar najaarscollectie. Maar je kan natuurlijk ook nog wat dingetjes in de sale shoppen van de zomer. Maar goed, heel veel leuke dingen. Helemaal blij mee. Goedemorgen Maal, het is vandaag maandag. Volgens mij heb ik vorige week echt geen drol gevlogd. Ik zat namelijk echt helemaal niet goed in mijn vel. Ik was ziek. Het was echt gewoon blub. But I repacked myself. Ik heb mezelf herpakt. Repack. What the fuck lul ik. En ik zit helemaal weer in een goede positieve het komt er gewoon maar niet uit. Dus ik dacht, ik maak er gewoon één grote vlog van 2 weken. Ik denk, het is wel wat beter gewoon. Ik ben een video aan het filmen. Die moet ik even affilmen. Ik moet even mijn kamer gaan opruimen. In ieder geval, het is gewoon opgeruimd. Maar ik moet even mijn kleding weer gaan uitzoeken. En ik blijf aan de gang. Het is echt killing. Hoe irritant. Veel spullen ik heb. Ik heb zojuist weer een pakketje van Wifood. Ze hebben een nieuwe smaak. En ik kan niet wachten om het uit te proberen. Waarschijnlijk kennen jullie Wifood al. Want ik heb er... vet vaak over gepraat. Wifood is een gebalanceerde drinkmaaltijd met genoeg vitamine en mineralen. Ideaal dus als je weinig tijd hebt en wel nog een gezonde en verantwoorde maaltijd wil. Bijvoorbeeld, ik gebruik het heel vaak als lunch als ik het druk heb. Want het vult ook echt tot lang. Oh my god, this is so cool. Fudge brownie. Oh my god. 26 vitamine en mineralen, high in protein,
lactose, glutenvrij en no added sugar. Dus, we gaan het proberen. Fudge brownie. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik vind het ook echt top om voor het sporten te nemen, want het zit lekker vol, maar het heeft niet zo, valt niet zo zwaar op de maag. Oh, het ruikt heel lekker. Stanley drinkt dit ook echt heel veel. Ik krijg heel veel opgestuurd van Y-Food, echt super lief. Dus ik kan het ook uitdelen aan de mensen omheen. En die zijn er ook allemaal heel erg enthousiast over. Dus dat is ook heel fijn. Oké, laten we even proeven de nieuwe smaak. Oh my god. Dit is zo fucking lekker. Dit is gewoon een soort chocolade milkshake. Maar dan is het gewoon verantwoord dat je dit drinkt. Mmm. Ben je nou benieuwd en heb je nog nooit Y-Food geprobeerd? Hebben ze ook een testers package. En daar krijg je 5 smaken in. Kan je ze uitproberen en kan je voor zelf even kijken of je het wat vindt. We hebben ook kortingscode zagen voor 10. En dan krijg je 10% korting. Dus kan je alvast gebruiken. Linkje en alles staat in de beschrijving. En dan kan je het allemaal even checken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is 9 uur. Ik ga mijn nageltjes laten doen. Hard nodig, want ze zijn er al een week afgetrokken gewoon. Daarna ga ik door naar Amsterdam, naar kantoor. Ga ik gezellig lunchen bij de meiden. Echt zin om ze weer te zien. Zo lang geleden. Cecile heb ik pas vorige week nog gezien, maar meer en zo echt gewoon sinds Barcelona niet. Het is inmiddels 10:30. Ik heb mijn nagels gedaan. Hoe cute! Eindelijk weer een nieuwe set, want ze waren dus allemaal eraf gevallen. Ik ga nu naar Amsterdam rijden, naar kantoor. Ja, ga ik gezellig even met die meiden lunchen. Met die meiden lunchen en hopelijk veel werk aan school. Ik moet de knop gaan opzetten en ik moet het gaan doen. Nou, ik ben weer gezellig op kantoor met de girls. Cecile heeft dus een stuk goud dat ze gaat inwisselen. Dus ik ben benieuwd hoeveel het waard is. Nu gaat een stuk goud in inwisselen. Ja. Ja, het is toch zo. Yes. En we gaan even lunch halen, want het is alweer 12:30. En ik ben bezig met mijn stageverslag, so I'm very proud of myself. Vandaag moet hij ingeleverd. Hij moest eigenlijk, besef, hij moest in februari ingeleverd worden. Ja, maar ja, hoe oud ben je? 21. En je bent bijna klaar met je studie. Ja. Nou, dat is niet normaal, hè? Ja. Ik ga met Stan eten, maar ik moet ook 5 uur kaartjes kopen voor Coldplay. Maar als ik dacht, ik ga blijven tot 5. En dan ga ik die kaartjes kopen, precies om 5 uur. En dan ga ik naar Stan. Ze kan niet zien. Maar het is bijna 5. Oké. Okay. Kijk, om 5 uur kan je dus via Vodafone, als je Vodafone klant bent, kaartjes voor Coldplay kopen. Noem eens een nummer, zing eens een nummer van Coldplay. Ik ken er geen één, denk ik. Ik kan het niet zingen. Doe eens. Je kent Coldplay sowieso. Wacht, nou, dit is een bekendste blijkbaar. Dus dat op 1. Oh ja. 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 I know it of course, but like I was like, oh, what's the song? Like what song? Nou, like, dat allemaal. Kaartjes kopen. Mijn pagina is nu gewoon al shalaf. Of het smooth place. Mess. Do not give fuck my life. Nou, dit is hoe Sarah normaal gesproken niet in de vlog, maar zei. Weet je wat Stan zei op vakantie? Nou. Er zaten mensen naast ons en die zeiden van, hey, wat is Sarah en zo. Ja. En toen was ik een beetje dronken en zat ik gewoon een beetje te kloten met Stan en dit schreeuwen. En toen zat hij, ja zie je, dit is hoe ze echt is, dit is hoe ze fucking kut. Ja, maar ze horen het niet. Dit is hoe ze echt is. We moeten wat meer TikToks gaan maken op kantoor ook, dat is leuk. Ja. Oh mijn god, ik... What the fuck, je kan hier gewoon mee inzoomen. Nee, ik ga huilen. Nee. Ik ben niet goed in vloggen. Ik kan je in ik zit serieus, de eerste week dat ik daar woonde, heb ik dus de wifi gevraagd van de onderbuurman. Omdat ik zei van, oh, ik heb even geen wifi. Weet ik of jij zei dat van, hij kan vastlopen. Want... Ja, maar nu zit ik dus, ik zat dus de hele tijd te kijken op die wifi. En toen kreeg ik een appje van, ben jij huiskamer Cecile?
En hij zag dus gewoon alles wat ik keek, hè? Gewoon alles. Gewoon echt de meest. Ik ging gewoon documentaires kijken om 3 uur 's nachts over babydieren en zo. Gewoon echt. Nou, dat is dan nog niet eens raar. Maar ik heb ook wel rare dingen gekeken. Dat ik denk van. Nee, ik dacht, we doen even zo'n timelapse. Van dat we aan het werk zijn zo. Maar het ziet er niet echt leuk uit eigenlijk. Na 7 jaar van de Coldplayer in Nederland. Oh, dit is zo schattig. Ik kijk echt in de camera. Ja. Echt? Ja. Ik kijk echt gewoon diep in de camera. Oké, het heeft me getompt op beeld. Het is tijd om hier een eind aan te maken. Saar gaat nu naar de familie. Oh, naar je vriend. Dat is ook familie. Doei. Doei, Maggie. Doei. Ciao, amore. Allemaal, het is alweer de volgende dag, woensdag. Het is vandaag een super mooie dag. Dus ik ga lekker varen met Stan. Ik heb vanochtend aan mijn stageverslag gezeten. Die is nu af. Die moest in februari af zijn en hij is nu pas af. En ik heb net even gesport. Ik heb nu lekker gedoucht, omgekleed, alles. En ik ga nu op de scooter lekker naar Stan. En dan gaan we lekker varen. Oh, zoveel zin in. Stan en ik hebben echt lekker gevaren vandaag. Ik heb alleen maar niet gefilmd. Maar we gaan vanavond lekker uit eten, hebben we net bedacht. Dus we gaan nu naar huis. Gaan we even douchen en zo klaarmaken. En dan gaan we zo weer lekker uit eten. Helemaal zin in. Alright, we zijn lekker gedoucht en klaargemaakt. Ik heb een beetje opgemaakt. Ik heb een leuk jurkje aan. Leuk tasje. We gaan lekker eten. Goedemorgen, Maal. Het is vandaag donderdag. Ik ben bezig met de kaart kopen voor Coldplay, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En als het lukt, zijn kaartjes €500. Dus helemaal top. Helemaal leuk. Hallo allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. Wat een rare 2 weken waren dit. Beter heb ik ze even samengevoegd. Afgelopen 2 weken waren even... Ja. Ik had even focus op mezelf nodig. Ik had het echt heel druk en mijn hoofd was echt geëxplodeerd met van alles. Dus ik heb even een stapje terug gedaan in het vloggen. Maar weet je, dat heb ik soms gewoon even nodig. En dan doe ik het gewoon. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Ik hoop dat het nog voor jullie een leuke vlog is. Vandaag heb ik weer gewoon niks gedaan. Allemaal shit op orde gekregen. Zo druk met school. Bezig met afstuderen weer. Hele planningen gemaakt. Weet ik het allemaal. En ja. Is ook allemaal niet erg. Moet ook gebeuren. Maar goed. Dat. Oh my god, jongens. Trouwens. Ik heb het helemaal niet meer gezegd. Maar ik heb gewoon kaartjes voor Coldplay. Woehoe! Ik ben zo blij. Ik heb het voor de dag zondag. Ik heb het voor zondag. En wel voor duur. Voor €275. Maar we hebben wel echt een ziek goede zitplek. Dus weet je, ik vind het helemaal gescheten. Ik ben helemaal blij. En ik ga samen met Stan. Zo leuk. Ik heb me een beetje ready gemaakt voor de dag. Ook al is het bijna 6 uur. Stan en ik gaan even lekker boodschappen doen. We gaan vanavond een Mexicaanse bol maken. Haar zit echt niet mee. Ik heb zoveel haaruitval. En daarom heb ik dit gekocht. Sales Solutions. Ik zag dit dus op TikTok helemaal viral gaan. En ja, ik had het gewoon besteld bij Vita Kruid. No spon. Ik ga proberen op het werk. Ik heb haaruitval. Dun kut haar. Dus ja, laten we gaan kijken of het werkt. Daarnaast iets wat ik ook elke dag neem is dit van Smoothie. Dit heb ik dus ook viral zien gaan op TikTok. En dit helpt dus tegen opgeblazen buikgevoel. Ja, het helpt gewoon sowieso voor je darmen. Ik heb heel veel last van mijn darmen altijd. Snel buikpijn, vooral na het eten van slecht eten, van gluten en zo. Dus dat is heel vervelend. En vooral met onregelmatig etenritme krijg je heel snel buikpijn.
En dit helpt er heel erg mee. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik zal even van alles linkjes in de beschrijving zetten, zodat jullie het ook even kunnen checken. Maar dit is dus de Gut Support. Helemaal blij mee. Ja, ik wacht nu op Stan en dan gaan we weer lekker boodschappen doen. En dan gaan we gezellig eten met mijn ouders. En ja, ik ga een soort Mexicaanse bol maken met quinoa, avocado, zoete aardappel, mais, bonen, nachos. Helemaal lekker. En ik ben hier op de kermen. En we zijn mijn favoriete bezigheid van de kermen aan het doen, dat is een beetje schuiven. En we hebben echt al fucking veel punten, maar we moeten deze hebben. We moeten die stapel. Waar zijn de punten? De punten? Hier. Prima gewoon, lekker. En we hebben echt al heel veel muntjes gekregen, maar hoe leuk. Ik vind het helemaal leuk. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb vanochtend lekker gesport en zometeen heb ik de verjaardag van Anne. Zo gezellig. Het thema is bont en blauw, dus dit is mijn outfit. Ik heb ook een beetje blauw oogschaduw op en zo. Zilveren details, deze blazer, topje, rokje en mijn docs. Nou, helemaal leuk outfitje. Dina kom ik nu ophalen en dan gaan we gezellig naar Annie. Helemaal gezellig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Vandaag ga ik naar de feesttent hier in mijn dorp. Er is kermis, zoals jullie wel aan de afgelopen dagen kunnen zien. En op zondag vind ik de tent altijd wel gewoon gezellig. Gewoon lekker overdag. Lekker een drankje doen. Dus het is ook maar tot 9 uur. Dus dat vind ik helemaal top. Ik heb me ready gemaakt. Ik heb mijn make-upje op. Leuke oorbellen. Leuk topje, spijker, verder. Dat is helemaal leuk. Ik ga er zo meteen heen. Helemaal cute. De camera hier, maar ik ga misschien wel vloggen met mijn telefoon. Dus helemaal zin in. Ik ben met mijn vader in de bosauto. Hey Niel. Hallo allemaal, het is maandag en dat betekent het einde van de week vlog. Ik ben nu de vlog ook aan het editen. En wat een slechte chaotische vlog. Ik heb zo weinig gevlogd, echt vaak een dag gewoon één shot of sommige dagen gewoon niet. Afgelopen 2 weken waren op persoonlijk gebied een beetje wankel. Wel leuke dingen gedaan, maar ik zat er niet echt helemaal lekker in, maar dat heb je wel eens. Dus het maakt niet uit. Ik hoop dat jullie alsnog hebben kunnen genieten van de vlog. Het is wel gewoon nog een lekker lange vlog, doordat ik het nu 2 weken heb gecombineerd. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Ik waardeer jullie support allemaal echt enorm. Super lief. Jullie zijn super lief. Ja, vergeet daardoor ook niet deze video een like te geven. Mij te volgen op Instagram. Het Sarah Vervoort. En natuurlijk mijn kanaal te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ja, dan wens ik jullie een hele fijne verdere dag. Ik weet niet op welk moment van de dag je kijkt. Maar ik zie jullie snel weer. Doei doei!